Het eerste kiewitsei van Friesland is dinsdagmorgen rond 9:30 gevonden. De gelukkige vinder is de 34-jarige Hidde Dijkstra uit Britsum. Hij vond het ei in een weiland naast Vliegbasis Leeuwarden, nog net op het grondgebied van de gemeente Leeuwarden. Dijkstra meldde de vondst direct per sms aan. Het ei is gecontroleerd en goedgekeurd. Kijk eens aan. Daar is het eitje. Ja, dat is hem. Kijk eens even, daar gaan we heel voorzichtig mee doen. Geef hem mee, dan gaan we eerst maar eens even de vorm wat... De Vogelwachtersbond BFVW constateerde dat de zoekpas in orde is en dat Dijkstra de juiste procedure heeft gevolgd. Dinsdagmiddag is het ei op het Provinciehuis aangeboden aan de commissaris van de Koningin, John Jorritsma. De commissaris heeft het ei gelotterd om de versheid en gaafheid ervan vast te stellen. Nou, daar gaat hij. Ja? Kijk eens aan. Hij zinkt, hij blijft zinken. Een ei dat vers is, zinkt. En dat was het geval. Dijkstra kreeg van Jorritsma €15 vindersloon, evenals de Sulveren Ljip en de bijbehorende oorkonde. Met heel veel geluk wensen. Dank je wel. Alsjeblieft. Dank je wel. En daar hoort natuurlijk ook een hele mooie oorkonde bij. Is die ook voor jou? Nou, hartstikke mooi. Maar dan komt het hele moment suprême, hè? Want dan moet ik ook nog de knip trekken. Maar het vinderloon is voor jou. Dank je wel. Nog een keer. Alsjeblieft. Kijk eens aan. Nou. De jak die hield gewoon dat het er wijzen moest. Dus ik herhinnen. En ja, het werd bevestigd. Dus dat is mooi. Waar wie het? Tussen Jels en Leeuwarden. En dan toch dat het op het grondgebied verlouteren deel weer? Dat dacht ik in eerste instantie, omdat het boert, nou ja, het boert zit ergens over, maar de grenzen erin, de Sarari, Makaron. Ze hingen het eerst al over niemands land. Dus, maar fijn, het wie dus toch in Leeuwarden. Meneer Jorritsma, de provincie Friesland gaat de kiewitseieren voortaan bewaren. Ja, dat klopt. In het verleden werden ze opgegeten, werden ze weggegeven aan verzamelaars. En vorig jaar toen ik mijn eerste kreeg, toen zei ik van ik wil ze gewoon bewaren, ik wil ze ook laten zien. Er is een wedstrijd uitgeschreven bij de afdeling Design van het Frieslandcollege. En Wim Warring is de gelukkige winnaar, want die heeft een mooi profiel gemaakt van een ljip. Heel eenvoudig, simpel, maar ongelooflijk doeltreffend die de ljip achter op zijn ruggetje het eitje van de ljip kan dragen. Kom je op het idee? Ja, dingen proberen en een beetje verdiepen in de geschiedenis van het zoeken, in de traditie. En dan kon je tot dingen, ja. Toen is het direct dat het de eerste huis van Friesland weer? Nou, ik hier in de gaten dat ik natuurlijk betiet weer. En ik heb natuurlijk geluk gewoon dat het dan ik de eerste is. Maar ik hier natuurlijk wel in de gaten dat ik in de voorste regio weer. Maar ja, dat weet je eigenlijk nooit. En dan zegt een lip ons strieken smieten? Ja, ik zeg strieken smieten en ze kulen net meer. En dat weer de ormen daar was. Dus toen dacht ik van, nou maakt het te lezen. Nou ja, dan maakt het nog vinden vanzelf. Maar het leidde wel. Nou, hartstikke mooi. Ingenoi? Ja, Ingenoi, ja, Jensie. Ja. Ja, de rest mag nog komen. Ja, daar ben wij tierge grutskop. En dat moet ook zo blijven.